De internationale borstvoedingsweek begint op maandag 1 augustus. De officiële opening vindt dit jaar plaats in het Sint-Vincentius ziekenhuis. Het thema van de borstvoedingsweek is A Key to Sustainable Development, de sleutel tot duurzame ontwikkeling. Volgens Georgine Elliott, voorzitter van de Stichting ter Bevordering van de Borstvoeding in Suriname, Stibosu, hebben de wereldleiders zichzelf verplicht om de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen te bereiken in 2030. Voorstanders van borstvoeding promoten, borstvoeding geven, baby's aanleggen. We moeten het samen gaan doen met andere stakeholders. En dus vandaar dat we eigenlijk bekendheid willen geven aan dit gebeuren. Vrouwen en de hele gemeenschap bewust maken van het geven van borstvoeding. Omdat borstvoeding heel belangrijk is. En om dit te bereiken zijn er enkele doelen gesteld, waaronder we denken aan armoedebestrijding, weet u, behoud van onze planeet en het waarborgen van ons welvaart en welzijn. Dus zo willen we het gaan doen. Men kan zich dan afvragen, wat heeft armoedebestrijding te maken met het geven van borstvoeding? Oké, mooie vraag. Als we moeders hebben die hun baby's aanleggen, en als je een baby aan de borst hebt, dan hoef je niets voor uit te geven. Is economisch, is centen besparen. Dus vandaar, en dan kun je denken van, die armoede die er zou zijn, die kan je elimineren. De borstvoedingsweek duurt van 1 tot 7 augustus en wordt geopend door minister Patrick Pengel van Volksgezondheid. Op 3 augustus brengt Stibosu een bezoek aan het oppashuis Rolines aan de Duisburglaan, terwijl op 5 augustus er een infodag is voor Reditex. En moeders die langslopen, nou, iedereen die langslopen en informatie wil, die mensen kunnen informatie van ons krijgen. Dus dat verschaffen we. En we sluiten af op 6. We hebben 's morgens in Spice Quest een symposium. Dat is georganiseerd door vrienden van Stibosu. En daar hebben we ook sprekers die ook dit thema gaan belichten. Maar dat komt sowieso nog in de media. En in de middaguren gaan we het afsluiten, ook bij Rolines. En we hebben folders die we gaan uitdelen, zodat we de mensen kunnen aantrekken om te komen luisteren naar hetgeen we ze te vertellen hebben. Stibosu, voorzitter, was dat Elliott die vandaag te gast was in het ATV-programma in gesprek werd.